Vissen! Hi, lieverd. Welkom bij je tarot reading, je tarot voorspelling, maandvoorspelling van februari. Mijn naam is Annemiek Nu, Anna met twee A's. En ik heb een muts op. Ik was lekker aan het wandelen, maar het was toch best wel koud. En toen bleef ik maar wandelen en bleef ik maar wandelen. En ondertussen is het 4 uur, zoals je kan horen. En toen ging ik werken in de tuin. En terwijl ik aan de tuin aan het werken was, moest ik aan jou denken. Serieus! Ik dacht, ik ga clips opnemen voor februari. Daar heb ik tijd voor, want ik kan ze natuurlijk niet allemaal op één dag doen. En zelfs niet 3 per dag of zoiets, om dat structureel te gaan plannen. En dus ik dacht, als ik nu begin, ben ik op tijd. Het zonnetje schijnt, het is echt zo prachtig. Dus, en ik dacht, ik ga eens niet bij Ram beginnen, maar ik ga bij Vissen beginnen. Kaartenkracht. Ik weet niet waarom ik hem zo lang aan je laat zien. Engel, leeuw, bergen, natuur. En ik zie daar iets. Een man gaat jou iets aanbieden. Hoeft niet per se romantisch te zijn. Oh, in februari dus. Hoeft niet per se romantisch te zijn. Maar het heeft wel te maken met liefde of een lieflijk gebaar, een liefdevol gebaar, iemand die heel erg attent is of zoiets. Alleen, echter, edoch, let op. Die leeuw, kijk eens naar zijn kontje. Die heeft de staart tussen de benen. Dus deze man die bij jou gaat komen, of misschien woon je er wel mee samen, die gaat jou iets geven, die gaat iets liefs voor jou doen, maar, en dat zal niet meteen blijken, hij doet dat omdat hij bang is. Hij doet dat omdat hij bang is. Even mijn eigen dek erbij. Februari. Vissen. Vissen. Dit is een van mijn eigen schilderijen waar ik de rotkaart van heb laten maken. Je ziet twee kevers. En dan staat daar boven, tussen het geglim door, love bugs. Love bugs, als je het zo, de klemtoon zo legt, gaat over twee kevertjes, liefdeskevertjes. Dat is dus die liefde waar ik het over gehad had. Ja? Maar hier gaat het over bugs. Dus je hebt last van elkaar. Liefde, was zich liep dat nectix? Zoiets. Ik denk dan bij mezelf, ja, maar dan is het geen liefde. Maar goed, mensen noemen dat, daar ga ik even in mee. Dat die staart tussen de benen heeft te maken met een ruzie of zoiets wat er tussen jullie is geweest. Ga ik toch weer naar Rider Waite. Een oneindigheid. Oneindigheid. Een oneenigheid. Nou, misschien voor velen van jullie die in een vaste relatie zitten, heeft dat in februari te maken met de angst die persoon heeft. Of misschien dat jij die angst heeft. En dat die persoon bang is dat jij weggaat, om voor de rest van je leven met deze persoon nog door te brengen. Je bent al 20 jaar bij hem. Of ik zeg 20 omdat onderop het dek ligt kaart nummer 20. Je bent al 20 jaar bij hem en je hoopt hem steeds dat jullie relatie wat vlotter zou worden. Dat het niet zo saai meer zou zijn. Dat jullie samen dingen zouden doen. Dat hij eindelijk eens goed in bed zou gaan worden. Dat hij, of jij, of zij. Je had een heleboel hoop. En je hoopte maar steeds dat dat allemaal wel als vanzelf goed zou komen. En dat doet het niet. Misschien heb jij keihard gewerkt aan jezelf. Verantwoordelijkheid genomen voor jouw gevoelens. Voor jouw vaardigheden in bed. Om het even daarbij te houden. Misschien gaat het over vaardigheden in de keuken, hoor. Zou zomaar kunnen. Maar die partner gaat jou iets aanbieden. En het zou best wel kunnen dat het groot is. Ik ga even het liefdesdek erbij halen. Het zou best kunnen dat het iets heel groots is. Misschien eindelijk eens gaan samenwonen. Of eindelijk eens gaan trouwen. Of gezinsuitbreiding. Of eindelijk die cruise gaan maken. Een jaar lang en met z'n tweeën vandoor gaan. Zoiets. Maar hij biedt dat niet helemaal. Hij biedt dat niet aan vanuit zijn hart. Ja. Ik trek de kaart Forgiving and Learning. Misschien zegt de afbeelding jou iets.
Sorry voor het geluidje op de achtergrond. Ik heb de ventilator even aan. Ik krijg een rood hoofd. Forgiving and learning. Er is iets wat jou aan hem dwars blijft zitten, waardoor je denkt... Je hebt er wel eens aan gedacht om weg te gaan. Of om te vragen of de relatie misschien een andere vorm zou kunnen krijgen. En als je net een nieuwe partner hebt of aan het daten bent, dan zijn dat ideeën die jij hebt. En daarmee leg je de lat nogal hoog. En misschien heb je het helemaal niet gehad met deze nieuwe partner of je oude partner over wat jouw wensen zijn. Maar hij voelt het gewicht er wel van. Ik heb hier een gewichtje, 2 kilo. Hij voelt het gewicht er wel van. Alsof hij gewoon al 20 jaar zo zit te doen. En het is maar een kleine irritatie van jou. Maar dat als ik dit, de hele tarot reading door voor jou ga doen. Nou, dan ben ik echt wel kapot moe hoor. Na weet ik veel, hoeveel minuten. Eventjes in balans komen hoor. Ook die andere kant. Wat een rare plek in mijn studio om dat gewicht te hebben liggen. Maar wel zeer toepasselijk voor je ouders. Het was niet voor niets. Er is iets waar je maar niet overheen komt. En misschien zit het hem in iets heel kleins. Bijvoorbeeld dat je vindt dat hij smakt. Bijvoorbeeld dat je vindt dat hij ademhaalt. Ken je dat? Oh, ik heb mij vroeger kapot geërgerd aan mijn broer. Die kon zo ontzettend diep en hard ademhalen elke keer. Maar goed, die irritaties gaan natuurlijk ergens anders over. Het gaat helemaal niet over het ademhalen. Maar het is iets waar je helemaal niet aan gedacht hebt om te vergeven, omdat het zoiets kleins is. Of waarvan je denkt van ja, dat werkt toch niet. Of waarvan je vindt dat hij er gewoon maar mee moet stoppen. Weet je, want als hij wil dat jij bij hem blijft, moet hij daarmee stoppen met een bepaalde gewoonte. Maar dat lukt hem niet. Hij kan niet stoppen met ademhalen. Om even dit rare voorbeeld te geven. Dus gaat hij jou iets anders aanbieden in februari. Het lijkt erop voor mij dat de basis iets is van jullie tweeën. Jullie tweeën, er zijn dingen tussen jullie gebeurd. Weet je, ik heb het net over forgiving gehad, maar nu het stukje learning. Er zijn bepaalde dingen, bepaalde patronen waarbij jullie steeds in elkaar haken. Zie je die pootjes die ze hebben? Die hebben allemaal haakjes en die haken in elkaar. Weet je, jij hebt een patroon en je liep door het leven op deze manier. En jouw partner die had een patroon en die liep op deze manier. Oh, dit voelt heel raar. En die liep op deze manier door het leven. En toen zagen jullie elkaar en klik! En wij noemen dat liefde. En ik voel me zo vertrouwd bij hem, zeggen we dan. We zeggen, het is alsof ik hem mijn hele leven al gekend heb. Maar dat is omdat je dat patroon dat hij heeft, nog afgezien van vorige levens natuurlijk, maar laten we het even in dit, op microniveau houden, in dit leven. Je herkent die patronen die hij heeft. Je herkent zijn energie, je herkent zijn sfeer. Want dat had je vader ook, je moeder ook, je broer ook. Of diegene die veel aanwezig was toen jij een baby, dreumes, peuter, kleuter was. Wat ik vermoed is dat je hier over na gaat denken. Dat je het hier grondig over gaat hebben. Een kever namelijk staat op zich voor heel mooie dingen. En een kever kan diep graven. Een kever kan zich onzichtbaar maken. Een kever is graag in de duisternis. Dus ga graven. Ga leren van het verleden. Ga zien wat er allemaal niet goed is gegaan. Waar ben jij ondergeschikt geweest aan hem of haar? En waar andersom? En in deze periode, nu, of met deze nieuwe partner, of met deze persoon die je aan het daten bent. En als je helemaal niet aan het daten bent, als er niets romantisch in jouw leven is, gaat dit allicht over jouzelf. Wie weet bied jij jezelf een vakantie aan, omdat jij niet met jezelf in dezelfde dagelijkse situatie wil zijn. Want dan zou je nog wel eens na moeten kunnen gaan denken over hoe jij in elkaar zit met betrekking tot partners. Misschien is een ex hartstikke boos op jou en ga je inzien, oh, het is terecht. Het is terecht. En dan ga je wel op je knietjes, ga je in overgave, ga je vergeven.
Namelijk in eerste instantie jezelf. Weet je, het maakt helemaal niet uit wat er gebeurt, lieverd. Als je maar vergeeft. Als je maar vergeeft. Daarmee zeg je eigenlijk van, oeh, ja, dit, al deze pijn, al dit verleden. Weet je, dat wil ik niet meer. Ik kom hier niet uit vanuit het ego. Ik zit vast in dit ego-stuk. En als je vergeeft, dan weet je weer je weg naar licht, naar vreugde, naar vrijheid, naar God. Of hoe je het maar wil noemen. Er staat hier een tekst onder deze kaart. As you release and heal the past. Als jij het verleden heelt en loslaat. You experience more love in your present moments. Dan ervaar je meer liefde nu. Het is nodig dat je in het verleden gaat kijken. Dat stuk gaat vergeven. Zodat je weer... niet hoopvol bent, maar zodat je echt voelt, alles is goed. Alles komt goed, alles zal goed zijn, alles is goed. En vissen, jij kan gewoon lekker op de bank zitten met je favoriete slof, je favoriete pyjama, je favoriete warmwaterkruik, je favoriete mok, je favoriete drankje, je favoriete slaapmuts. En daarover nadenken. En je gaat... zo liefdevol met jezelf zijn als je daar doorheen komt. Als jij gaat ontdekken, want die kans die heb je dus in februari. Jij gaat dus ook ruzies krijgen met mensen. Bijvoorbeeld mensen met wie je eigenlijk helemaal niks te maken hebt. Met mensen bij de kruidenier. Dan sta je in de rij en iemand begint zomaar ruzie met jou te maken. Maar is dat wel dat diegene dat zomaar doet? Of had je misschien al van tevoren een rotgedachte over die persoon? Weet je, jij gaat inzien, je gaat bewustzijn erover krijgen als je dat woord graag wil gebruiken. Je gaat jezelf leren kennen. En je zal even, het is echt maar een klein zuur appeltje, maar je moet er eventjes in bijten. Je moet even in overgave en vervolgens weer dat middel herinneren, namelijk vergiffenis. En bij deze de videoclip. Dit gaat je vrijheid opleveren. Als je dit aandurft te pakken, op het moment dat je. En je gaat verschillende momenten krijgen in februari om het aan te pakken. Echt, oh, zo fijn. Zo ontspannen. Voel maar, je buik is nu al zachter. Ja. Heel veel liefs. Dank je voor het kijken, voor het liken, voor het abonneren en de berichtjes hieronder. Tot de volgende keer. Heb een fantastische maand. Heel veel moed.